Hallo allemaal, hi, ik ben Marnix Broer. Ik ben een van de oprichters van Studeersnel. Zoals Matthijs al aangaf, inderdaad 11 jaar geleden gestart. Tijdens mijn studietijd en we zijn inmiddels een stukje verder gegroeid. Maar we staan nog niet, we zijn er nog niet. Maar dit verhaal wat ik heb meegemaakt de afgelopen 11 jaar, zal ik proberen te samenvatten. Het zal niet helemaal lukken als in elke stukjes, want er is enorm veel gebeurd en heel veel leuke dingen meegemaakt. Maar even in grote lijnen loop ik jullie doorheen. En ik hoop dat jullie het een mooi verhaal vinden en wellicht dat het inspireert om ook lekker door te knallen met je eigen onderneming. Maar allereerst misschien even een uitleg wat Studeersnel is, zodat je ook snapt wat we aan het doen zijn die 11 jaar. Ik omschrijf het hier eigenlijk meer van ons bestaan, zeg, want waarom zijn wij hier en waarom hebben wij zoveel gebruikers op dit moment en vroeger nul? Het komt eigenlijk omdat wij ingespeeld hebben op een bestaande vraag. Ik kijk altijd naar de wereld en dan zie ik 250 miljoen studenten die hier nu studeren. Elk jaar studeren er weer wat af, elk jaar komen er mensen bij, dus deze markt groeit zelfs. Maar als je dan heel conservatief nadenkt en je denkt, nou, hoeveel documenten zullen zij per jaar wel niet schrijven? En je zet dat op 10, dan heb je het al over 2,5 miljard documenten die elk jaar gecreëerd worden. Waar ik het probleem zie echter, is dat deze documenten allemaal opgesloten blijven zitten op hun laptops, op hun computers. Ze delen het niet met anderen. En dat vind ik eigenlijk zonde. Je kan net zo goed die dingen wel delen en op die manier deel je kennis, kunnen mensen sneller studeren en makkelijker. En zo gezegd, zo gedaan eigenlijk. Dus wat hebben wij nou gemaakt? We hebben eigenlijk heel simpel een platform ontwikkeld. Eigenlijk kan je het zien als één grote openbare Dropbox of een Netflix. Alle studiedocumenten staan erop, dus studenten komen erheen, kunnen wat delen. Hebben zelf een samenvatting geschreven over een vak, delen dat. En een ander student komt weer langs en die denkt dan, oh, dit is wel een nuttige samenvatting voor mij, die ga ik gebruiken en zo kan ik makkelijker studeren. Nou, inmiddels hebben we meer dan 8 miljoen documenten die gedeeld zijn. En die worden elke maand gebruikt door iets meer dan 15 miljoen studenten per jaar. En ja, we groeien nog steeds lekker door, dus we proberen dat minstens elk jaar te verdubbelen. Dan, om een beetje het gevoel te hebben van hoe ziet het er nou uit. Op de linkerkant zie je eigenlijk de pagina waar het eigenlijk om draait. Dat zijn de documenten zelf, dus hier een samenvatting. De samenvatting zelf kun je lezen, kun je reageren, je kunt even raten en je kunt chatten met je medestudenten. Op de rechterkant zie je een vakpagina, zo noemen we dat dan. En dat zorgt eigenlijk voor de structuur in de website. De website is namelijk niet 8 miljoen documenten super nuttig voor jou. Nee, het zou eerder een groepje van zeg 500, misschien 1000 documenten zijn die nuttig zijn voor jou. Want jij studeert immers rechten aan de Universiteit van Amsterdam. En je doet dit vak, of dit kwartaal, doe je het vak inleiding privaatrecht. Nou, dan klik je gewoon door naar jouw vak van jouw unie. En dan zie je daar in één keer alle documenten die gedeeld zijn door je medestudenten. Nou, uiteraard hebben we ook een app, dus als mensen in de trein zitten naar de uni, onderweg, nog even wat nalezen, dan kunnen ze het ook op de app bekijken. Ja, en dan het businessmodel, die is ook vrij simpel. We werken met een zogenoemd freemium model, betekent dat we heel veel van de documenten gewoon gratis aanbieden. Je hoeft je geen eens te registreren zelfs, dus we willen ook de kans bieden aan mensen die niet kunnen betalen of niks kunnen delen, dat ze ook toegang hebben. Dus daarom is 80% van de documenten zijn gratis. Maar 20% van de documenten, en dat zijn uiteraard wel de beste documenten, die labelen af en die noemen we premium. En deze premium documenten kun je weer bekijken als je zelf wat documenten uploadt. Dus dan kun je het eigenlijk gewoon gratis alsnog zien. Of je betaalt een kleine fee per maand van 4 euro en heb je een abonnementje lopen zoals je gewend bent bij Spotify, Netflix, noem maar op. Nou, dat is dus het verhaal. Dan ga ik nu even snel die 11 jaar samenvatten in de tijd die we nog over hebben. Het begon allemaal eigenlijk op de TU Delft, dat is waar ik heb gestudeerd, en ook mijn medeoprichters. Daar heb je nogal een huizencultuur, dat houdt in je studeert en je gaat in een studentenhuis wonen, daar maak je vrienden. En met die vrienden maak je soms wilde plannen. En zo ook wij, want daar kwam het bedrijf uit. Want na 4 jaar studeren zei een vriend van mij, zei van, zullen wij samen een bedrijf oprichten? Ik zei, nou, het lijkt me wel wat. De studie was een beetje saai. Ja, natuurlijk heb je je mooie studententijd met alle feestjes erop en eraan. Maar je wilde ook nog wel wat ernaast doen. Toen zei ik, oké, laten we dat doen. Toen zei hij, nou, laten we dan beginnen met elke dag één idee te pitchen naar elkaar. En maakt niet uit, soms heb je een slecht idee, soms heb je een goed idee, we zien het wel. Aan het einde van de maand gaan wij even kijken, wat is nou het beste idee, gaan we die uitvoeren. Nou, hij moet ik zeggen, hij is een stuk creatiever dan ik. Dus hij kwam met best wel leuke ideeën. Ik had er iets meer moeite mee. Maar op een dag, na ongeveer 2 weken denk ik, zei hij,
scholieren.com, maar dan voor studenten. En ik weet niet wie hier nog scholieren.com vroeger heeft gebruikt. Ik wel. Dat is gewoon de website waar je al je boekverslagen vandaan haalt. Dus je hebt daar eigenlijk ook de samenvatting. Alleen is dit alles voor de middelbare school. Dus wij dachten, waarom is dit eigenlijk hier niet voor studenten? Want als wij naar ons eigen leven denken, nu in de studententijd, als wij gaan studeren, ben je altijd een aantal dagen bezig met al je vrienden, je clubgenootjes, je studiegenoten, wie dan ook, ben je aan het vragen, heb je nog een samenvatting, heb je nog een collegeaantekening? En zelfs als je aan het studeren bent, hou je al nog even het oog in het cel van, is er niet misschien ook nog een betere samenvatting ergens? Dus dacht, nou, dat moet eigenlijk op één plek en dat gaan we doen. Dus diezelfde avond zijn we nog aan de keukentafel gaan zitten, zijn we gaan tekenen. Kwamen we met dit prachtige plaatje. Dit is overigens al omgezet in Word. Het document heb ik nog. Ik vond het leuk om weer te zien gisteravond. Hier is een screenshot daarvan. Ja, maar dan moet iemand nog de website maken natuurlijk. En toen kende ik nog iemand vanuit de Peuterspeelzaal. En dat was Lucas. En Lucas die had een webdesignbureautje opgericht. En die studeerde ook in Delft. Ja, dat heette Graphics Gurus met Beyond the Limits of Your Imagination. Nou ja, dan weet je eigenlijk al vaak hoe laat het is. Want inderdaad, het was precies zoals wij hadden getekend en ook niks meer dan dat. Sterker nog, een mooi Word Art logo bovenop. Ja, lekker classy, maar het deed wel precies wat we wilden. Je koos je studie, je koos je vak, je kon je document vinden. Sjaak en ik, dus medeoprichter ook, zijn toen onze eigen documenten online gaan zetten. En toen zei dat eigenlijk tegen vriend van, joh, je kan hier nu je documentjes bekijken. En wij waren ook wel van die gasten die alles goed hadden bewaard. Dus dat betekende ook dat we sowieso wel wat mensen hadden aankloppen elke tentamenperiode van, heb jij nog een samenvatting liggen? Ik zei, ja, moet je even op studeer snel kijken vanaf nu aan. Nou, dat ging als een lopend vuurtje. En sterker nog, mensen begonnen het ook te vragen vanuit andere steden. Maar goed, daar kom ik zo op. We zagen dus in Delft ging het hard groeien. Toen dacht ik, nou, daar willen we mee door. Dus zo kwam versie 2.0 eruit. Die zag er al ietsje beter uit. Het lijkt stiekem nog wel een beetje wat het nu is. Maar dat is op zich ook wel weer goed, want we houden het gewoon simpel. Geen poespas, gewoon makkelijk bij je documenten komen. Maar ja, wat ik al zei, die vrienden uit andere steden begonnen het ook te vragen. En eigenlijk hetzelfde jaar dat wij het opgericht hebben in 2010, kwam ook deze film uit. Ik weet niet of je deze nog weet. De Social Network, Mark Zuckerberg, hoe heeft hij Facebook opgericht? Onwijs inspirerend verhaal, als je het mij vraagt, als je die film kijkt. Maar het mooie daarvan vond ik ook eigenlijk, is dat hij pakte het aan van unie per unie. Dus hij ging van universiteit naar universiteit, ging hij zijn Facebook groeien. En dat dachten wij van, ja, dat moeten wij eigenlijk ook doen. Want het werkt ook per unie. Deze mensen willen alleen de documenten hebben van hun eigen vak, van hun eigen studiegenoten. Dus het is ook niet wereldwijd, nationaal of per stad zelfs. Nee, het is echt per universiteit en eigenlijk als je inzoomt per studie of per vak. Dus dat zijn we ook gaan doen. De eerste investering was dan ook een harde schijf. We zijn naar Leiden gegaan, naar Rotterdam, naar Amsterdam, aanbellen bij studentenhuizen. Hey, mooi project. Harde schijfje, mag ik even je pc leegplukken? Tuurlijk, geen probleem. Documenten geïncasseerd, 's avonds weer online zetten en dit hebben we een paar jaar lang gedaan. En zo start je het concept op in veel meer steden dan alleen in Delft. Omdat het groeide, dachten we ook van, nou ja, dit wordt misschien nog wel wat. Dus laten we ook beginnen met ons eigen kantoor. Nou, dan heb je hier deze prachtige bezemkast. Dit was van een vriend van ons, die had al een bedrijf gestart. Had er ergens letterlijk een ruimte voor opslag over. Die hebben wij leeg moeten halen en we hadden de deal, je betaalt geen huur. Zolang jullie de lunch betalen elke middag, dus gewoon de bammetjes uit de Albert Heijn, dan mogen jullie hier zitten. Ja, ik zat achter deze prachtige betonnen pilaar. En het voelde toch al wel een beetje als eigen kantoor, ook al was het echt het rotsen van het rotsplekje, zonder verwarming zelfs. Maar goed, wel heel leuk. Ja, en toen kwamen we een beetje op het punt dat je alle universiteiten in Nederland wel hebt gehad. En ook de hogescholen hadden we inmiddels aangeboord. Dus die hebben we allemaal opgestart. En toen dacht ik, ja, kunnen we niet verder?
En nou, weer misschien een cultplaatje voor mensen, voor sommigen niet, maar Pinky and the Brain was altijd een prachtige tekenfilmserie. Elke avond weer bedenken, hoe kunnen we de wereld overnemen? En sterker nog, deze slide hebben wij uiteindelijk ook gebruikt als eindslide op ons investeringsdeck. Toen haalden we er wel die rode strepen doorheen. We gaan het gewoon doen. Even kijken, laat hem hier alleen niet zien, zie ik. Nu wel. Ja, letterlijk deze slide hebben we daarvoor gebruikt. Maar goed, de vraag was natuurlijk, leuk, het buitenland, wil je heen, maar hoe ga je er naartoe? Nou, we hadden zelf eigenlijk ook geen flauw idee. We wisten überhaupt niet of studenten daar, net zoals in Nederland, aan het studeren waren. Betekent, hoe ga je het dan testen? Nou, dat deden wij eigenlijk gewoon van eerst buitenlandse naam. Studeer snel, back niet echt lekker in het Spaans namelijk. Ook niet in andere talen. Dus kwam Sudoku. Heel simpel, afkorting van study documents. Laten we het daarmee proberen. We zetten wat Facebook advertenties uit. We noemden dat een zogenaamde smoke test. We hadden namelijk helemaal niks te bieden. Dus het enige wat je doet is eigenlijk, kijk hier, gratis samenvattingen voor jou. Super handig tijdens je studie. Maar als je erop klikt, zeiden we, sorry, we zijn er nog niet. We komen later een keer bij je terug. Maar we hadden dus wel door van, oké, we kunnen heel makkelijk en heel goedkoop mensen overtuigen om op deze advertentie te klikken. Dus dat betekent dat er wel degelijk vraag naar is. Mensen willen die samenvattingen ook in deze landen. Nou, dat was mooi. Dus wij een business case schrijven. Op naar investeerders. En uiteindelijk hadden we een aantal, gelukkig een aantal investeerders waar we uit konden kiezen. Uiteindelijk is het Peak Capital en Point 9 geworden die in ons geloofden. En hier een leuke foto van lang geleden. In ons tweede kantoor was dit. En hier zie je Sjaak, ikzelf, Lucas en Sander op de foto. En we hebben nog steeds heel veel lol op dit moment. Maar 1,35 miljoen gekregen om te gaan uitbreiden in het buitenland. Met name Europa en ook Australië. Gewoon puur om te testen hoe ver kun je gaan. De grap is namelijk, wij zijn nooit uit Delft, dan wel Amsterdam, want daar zitten we tegenwoordig, weggegaan. Dus we starten alles op vanuit kantoor. We gaan er niet zelf heen. En dat maakt het ook wel lekker schaalbaar en goedkoop om door te groeien. Maar goed, investering binnen, je bent hard aan het groeien, denk je dan, we breiden uit. Maar eigenlijk viel de groei een beetje tegen. We zaten van, wat ook raar, we dachten dat er zoveel vraag was. Het is niet echt die keer 3, keer 4 per jaar wat we in Nederland lieten zien. Dus er moet iets fout zijn. Wat doen we nou anders? Nou, en toen zijn we goed gaan nadenken van, wat hebben we nou veranderd gaandeweg? En eigenlijk gaandeweg hebben wij, zonder te testen, en dat leer je later, zonder te testen hebben wij eigenlijk gezegd, nou, iedereen moet zich wel registreren. Ook al zijn de documenten gratis, je moet wel altijd registreren. Dus dan zag zo'n documentpagina zag er zo uit. Altijd zo'n grote banner erop van registreer je nou, daar, dat bleek later een grote fout zijn, want we dachten ons ook van dit hebben we in Nederland niet zo gedaan, later wel, maar misschien komt het in fases dat je dit kan invoeren. Dus toen hebben we gezegd, oké, we zitten nu op 150 universiteiten in het buitenland, laten we gewoon inzetten op 2 groepen. Dus we pakken die 150 universiteiten, 75 daarvan en de andere 75 maken in 2 groepen, we kijken even 12 maanden terug. Of ze precies ongeveer bij elkaar opgeteld even hard groeiden, zodat de groepen gelijk zijn. En vervolgens zegt, oké, dan gaan we nu, gaan we die registratiebanner weghalen. Alles is gewoon weer toegankelijk. Die andere laten we precies zoals het is, de controleversie. Nou, en dit is wat er gebeurde, een beetje zo eind mei, begin juni zetten we deze test aan. En hier zie je, we hebben uiteindelijk de oneven nummers en de even nummers gebruikt van de ID's van de universiteit. Maar goed, dat is te veel detail. De 2 groepen. Nou, je ziet duidelijk dat de blauwe groep hier springt echt verder. En dat betekent dat deze grafiek laat zien hoeveel gebruikers we hadden per dag. En dan wel is het volgens mij, ik weet niet zeker meer of het nog een keer 1000 is of dat dit het al is. Ik denk eigenlijk dat dit het gewoon is, want het is per dag. Nou, toen zagen we harde groei en inderdaad, als je het absolute verschil gaat tellen, is er een enorm verschil te zien. En wat we dus door hadden, is eigenlijk doordat je het opengooit, gingen mensen veel meer vertellen aan elkaar. Hey, dit is super nice, het is gratis, moet je gebruiken, lekker delen, et cetera. Dus het had meteen effect. Nou, dit hebben we toen, dit zijn we blijven doen uiteraard. Dus we hebben uiteindelijk ook die andere groep opengegooid. En we hadden letterlijk onze draai hier gevonden. Want wat wij nou eigenlijk doen is eigenlijk vrij simpel. We hebben de documenten, die trekken weer heel veel gebruikers aan, want mensen willen die samenvattingen hebben. En die gebruikers gaan weer meer documenten uploaden. Dus eigenlijk hebben we een cirkel gecreëerd die de hele tijd documenten, gebruikers, meer documenten, meer gebruikers, meer documenten, meer gebruikers. Dus het is eigenlijk een sneeuwbal die niet meer te stoppen is.
Daarbij zien we wel van ja, die content, die documenten, die verkoop je niet zoals op een marktplaats. Dat je je tweedehands tv verkoopt, dat die tv ook weg is. Nee, dat document is er nog. Je kan weer een kopietje maken. Dus dat betekent ook dat op een gegeven moment krijgen we zoveel documenten binnen. Dat we ook zitten van, nou ja, misschien is het ook wel mogelijk om mensen ervoor te laten betalen. Nou, daar creëren wij onze omzet. En die omzet die investeren wij constant weer door in het aanslingen van nieuwe universiteiten en in het productverbetering. Dus we hebben natuurlijk een team runnen met wat developers die de website beter maken, sneller maken, et cetera. Maar ook investeren dus om weer nieuwe plekken in de wereld te starten. Nou, dat ging goed. Wat gebeurde er uiteindelijk? We hebben toen dus in 2015 hebben we die 1,35 miljoen opgehaald. Daar zijn we naar zo'n kleine 200 universiteiten doorgegroeid. In 2018 hebben we weer geld opgehaald. Heel recent, eigenlijk dit was in mei, hebben we $50 miljoen opgehaald bij een Frans private equity. Dit allemaal weer om harder door te groeien. En de grap een beetje van deze investeringen is denk ik, ik noem het opportunistisch. En dat is met name omdat we eigenlijk altijd al wel winst maakten. Soms zie je kansen dat je harder kan groeien. Ondanks dat je dus wel een stukje van je aandelen moet inleveren natuurlijk. Je verwatert wel, maar je kan er uiteindelijk wel harder doorpakken. En daardoor meer waard worden als dat je doel zou zijn. Maar wij willen gewoon alle studenten helpen, dus daar helpt het heel erg bij. Waar ik wel heel erg in geloof, is zorg ervoor dat je bedrijf... Volgens mij komen de vragen aan het einde, sorry. Wat ik wilde zeggen is, de bedrijven die, hoe ik er naar kijk, is ik geloof altijd in een bedrijf van zorg eerst ervoor dat die gezond is. Zorg dat je de juiste, ze noemen dat dan product market fit hebt. Dat de gebruikers echt je product leuk vinden, dat ze echt willen betalen. Dus iedereen kan gratis ijs uitdelen, dat pakt iedereen wel aan, maar wat gebeurt er als je er €2 voor gaat vragen? Gaan ze het dan nog steeds doen? En als je dat hebt gevonden en je denkt, oké, dit is hem, ja, dan is het voor mij altijd het moment van, dan mag je van mij best geld gaan ophalen en veel harder gaan aanpakken. Maar doe het vooral niet, denk ik dan, eerst geld ophalen en dan kijken of het iets wordt. Want je raakt gewoon heel veel aandelen kwijt als het uiteindelijk wat wordt. Maar goed, wij konden hierdoor veel sneller schalen en dat zijn we nu ook aan het doen. Dus we zijn nu 11 jaar verder. 2000 universiteiten zijn we inmiddels actief. Wat ik al zei, we hebben iets meer dan 8 miljoen documenten online staan. En op dit moment gebruiken per maand 15 miljoen studenten ons. Als je weer terugdenkt aan de eerste slide, 250 miljoen studenten zijn in de wereld. Ik denk dat we er ook nog echt nog niet zijn. Dus wij mogen nog even een paar jaar doorpakken. Maar ik vind het altijd wel mooi om te zien al dat de pinky in the brain van we gaan de hele wereld helpen. We komen stapje voor stapje komen we dichterbij. Maar vooral Azië zie je, daar hebben we nog heel wat werk aan de winkel. En daar zijn we nu mee bezig. Dan wil ik eigenlijk nog afsluiten. Ik weet eigenlijk niet hoe ik qua tijd zit. Met een paar lessen die ik heb geleerd. Dat zijn er 3, de voornaamste. Eerste voor mij is altijd doorzettingsvermogen. Is gewoon altijd alles. En waarom? Ik denk eigenlijk dat iedereen kan wat je wil. Je moet het alleen doen en niet blijven doen. En als het tegen zit, blijven gaan. Als het nog steeds tegen zit, blijven gaan. Uiteindelijk kom je er. Dus daar geloof ik altijd in. Focus vind ik een tweede heel erg belangrijk. Waarom? Omdat eigenlijk gedurende deze 11 jaar zijn er al zo vaak dingen voorbij gekomen dat je denkt, maar moeten we niet ook dit doen? En wat als we ook dat hadden toegevoegd? Dat kan, maar dat betekent wel dat als je dat gaat doen, betekent dus eigenlijk dat jouw aandacht voor de helft naar dat tweede project gaat. Of voor een derde, al is het 10%, maakt niet uit. Je bent niet 100% bezig met dat ding wat jij goed aan het doen was. En ik geloof dus heel erg in van een kies waar jij denkt goed in te zijn. Ga daarvoor, zet daarop alles in en word dan de beste. Dan kun je lekker doorpakken. Ja, derde is data. Wat ik al zei, we hebben toen die test met het opengooien van de documenten, die registratiebanners weg. Dat was eigenlijk een van onze eerste AB-testen. En nog geen eens eigenlijk eentje echt uit het boekje, want dan moet je het nog wat exacter doen. Maar testen is zo ontzettend belangrijk. En de data ligt nooit. En zelfs, nou, ik denk dit jaar hebben we nog weer een paar testen kunnen uitvoeren op de betaalpanen bijvoorbeeld. En dan had ze opeens 15% meer omzet. Dus er zijn nog steeds dingen te vinden, zelfs na 11 jaar, die met een klein beetje testen, klein beetje kijken wat de gebruikers doen, kun je zo hard je omzet verhogen, maar ook je groei en je viraliteit, noem maar op. Alles moet je gewoon altijd doormeten. Dus we hebben ook de filosofie nu in het bedrijf, je mag eigenlijk niks meer doorvoeren zonder dat het getest is. Je komt met een idee, prima, onderbouw die als het kan al met data die we hebben. Is het onderbouwd? Top, gaan we testen. Komt het uit? Mooi. Komt het niet uit? Leer je ergens ook van, want dan weet je, we moeten dus niet die richting op. En op die manier kan je mooie groeiresultaten halen. Dat was hem eigenlijk. Hier nog een fotootje van het team.
Want dat is uiteindelijk met wie het allemaal doet. Hier, dit is een van onze... We gaan elk jaar even op vakantie om te vieren dat we weer mooie dingen hebben gehaald. Dit was helaas 1,5 jaar geleden, omdat dit jaar niet kon. Maar hopelijk met COVID kunnen we gauw weer met z'n allen erop uit. Dankjewel. Zijn er vragen voor het publiek? Ik kom eraan. Waar zitten bij jullie de kosten vooral? Goede vraag. Dat is ergens wel uniek aan ons concept, is dat je dus niet zoveel kosten hebt. We hebben namelijk geen inkoop, we hoeven niks te verzenden. Dus het enige wat wij eigenlijk hebben, als je hem echt helemaal terugstipt, dus als ik geld ophaal, doe ik dat altijd, dan strip ik het bedrijf eigenlijk helemaal op papier van oké, wat moet er nou echt nog behouden zijn om waar we nu staan door te kunnen. En daar kom je eigenlijk op neer, nou, dan heb je de website zelf, maar die is al gebouwd. Dus je hebt de servers nodig waar die runnen. Je hebt een beetje finance nodig om de administratie te doen. En we hebben 3 mensen op customer support zitten. Die mensen, zou ik zeggen, die zijn cruciaal. Als die stoppen morgen, dan gaat het wel onderuit. Maar goed, in praktijk heb je natuurlijk wel je team die verder ontwikkelt, verder groeit. Dus die heb je ook nodig. Maar eigenlijk strip ik hem dan op dat terug. En dan kom je bij ons uit op ongeveer 86-87% profit margin. En dat vinden de investeerders maar wat mooi. Dus daar zetten wij eigenlijk goed op in. En wil je ook iets zeggen over die omzet? Waar zit je op met 15 miljoen? Die reeksom mag je zelf gaan leggen. Nee, het is, hou in gedachten dat er ook heel veel gratis gebruikers zijn, zeg ik altijd. Dus het is niet 15 miljoen keer 4 euro per maand. Zo hard gaat het ook weer niet. Dat is wel een mooie reeksom geweest. Ja, dat was een leuke geweest. Ja. Zijn er nog? Ja, ik kom eraan. Hoe zijn jullie op zoek gegaan naar investeerders? Eigenlijk zelf gewoon. Als je op zoek bent, kijk in welke fase je zit, zou ik zeggen. Dus heb je dus al dat bewijs dat jouw product werkt. Eigenlijk met elk product zou ik probeer ergens een klein puntje te vinden waar het werkt. Dus het kan jouw buurt zijn, het kan jouw straat zijn, het kan jouw stad zijn. Kijk zelf hoe groot je het wil trekken. Dan heb je het bewijs gevormd. En als je dat bewijs hebt dat je zegt, nou, dit werkt, dan kun je in theorie al naar een investeerder gaan. Investeerders, helemaal nu, omdat rente negatief is, barsten van het geld. Iedereen wil investeren. Dus zij moeten ook investeren. Dus het is best wel goede tijd om geld op te halen. Ga daar naartoe. Geef dat bewijs. Zeg wat je plannen zijn. Kom met een sterk team aan. Daar geloven ze wat graag in. En wat wij deden is eigenlijk gewoon googlen. Wat is het lijstje van Amsterdamse investeerders? Nou, dan zijn er, is een heel klein klikje eigenlijk. Een stuk of 15. Die hebben wij gewoon een pitch deck opgezet. Dus een paar slides. Kunnen we praten. En dan moet je hopen dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek. En vanaf daar gaat het eigenlijk vanzelf. Werken jullie samen met Stu.com? Nee. Wel meegepraat. We wilden een keer gaan samenwerken. Maar dit is misschien wel zo'n goed voorbeeld van focus. Dus achteraf blij dat ik het niet gedaan heb. Want je gaat er toch mee praten. Je gaat er tijd in besteden. Je gaat business cases maken. Designs, hoe kunnen we het verwerken. Kost allemaal tijd. En achteraf denk je eigenlijk van ja, het is niet doorgegaan. Heb ik er spijt van? Nee, zeker niet. Want we konden eigenlijk gewoon door met wat we echt aan het doen waren. Maar het is wel een heel mooi bedrijf. Hoe zijn jullie met de concurrenten omgegaan? Dus Stuvia, Noi en andere buitenlandse concurrenten. Zij voeren bijvoorbeeld nu ook al management samenvattingen in. En is het ook zeg maar zo met groeigeld investeren dat het grootste platform wint? Dus bijvoorbeeld dat de grootste de Amazon wordt en de rest allemaal failliet gaat. Vind ik moeilijk om te zeggen. Als in, Stuvia en Noi zitten in Nederland. Die beschouw ik niet per se meer als echte concurrent. Omdat wij hebben eigenlijk wel de draai gevonden in het buitenland. Waar Stuvia wat meer last heeft. Noi is echt alleen Nederlands. En heeft ook te lijden onder Stuvia en ons. Uiteindelijk groeien wij heel veel op Google resultaten. Je moet je voorstellen, die documenten die we hebben, staan heel veel definities in. Mensen zoeken weer op studietermen, komen dan bij onze documenten uit. En Google limiteert elk domein op ongeveer 3 zoekresultaten. Dus dan heb je 3 keer Studersnel, 3 keer Stuvia, heb je 3 keer Noi bijvoorbeeld. Maar ja, wie klikt er nou op resultaat 7, 8 en 9?
bijna niemand. Dus dat betekent eigenlijk dat voor Noi is het ontzettend lastig. Voor Stuvia is prima, een goed bedrijf, doet het volgens mij heel goed. Maar internationaal wat minder goed dan wat wij aan het doen zijn. Internationaal hebben we ook weer concurrenten en hebben wij eigenlijk dezelfde gevechten. Want daar komen wij soms in een markt aan waar wij eigenlijk de kleinere speler zijn. En die proberen dan te doorbreken doordat zij toch, die concurrenten dan, te snel op het geld gefocust zijn, als je mij vraagt. En wat wij dan dus proberen is eigenlijk door zoveel mogelijk gratis aan te bieden, boor je eigenlijk een stuk van de studentengroep aan die eigenlijk niet wil betalen voor dit soort services. Maar ze vinden als ze ons gaan gebruiken wel heel fijn. Zij vertellen dit weer door aan hun vrienden. En die zijn dan soms wel weer juist bereid om te betalen. Dus zo neem je eigenlijk stap voor stap toch zo'n markt over. En bijvoorbeeld in Canada en Australië hadden we daar behoorlijke concurrenten zitten. En die zie je toch dat die over de jaren heen kleiner worden. Maar het is niet zoals Amazon, alles of niet. Dus het is niet een monopolie die je uiteindelijk pakt. Het is, je kan de grootste speler worden, maar niet de enigste. Dat lukt je nooit. Kijk ik naar acquisities of helemaal niet? Ja, we hebben er één keer een bedrijf verkocht in Spanje. We zijn nu aan het kijken naar een aantal andere landen in Europa of er de wat kleinere klaar zijn voor consolidatie, om het zo te zeggen. Ja. Hoe selecteer je de documenten waarvoor betaald moet worden? Ja, dat doet ons premium systeem. Dat werkt geheel automatisch. Het systeem houdt... Nou, we houden alles bij, dus dat helpt. Dus met de data kun je ook een systeem verzinnen van okay, wat is dan het beste document. Nou, dat doen wij op criteria als hoe vaak worden ze bekeken, komen mensen terug. Dat laat eigenlijk altijd, naar mijn mening altijd het beste zien dat ze het blijkbaar echt heel goed vonden. Druk eens op de downloadknop, want blijkbaar vind je het zo interessant dat je het waard vindt om naar je computer te halen. En we hebben ook een rating systeem online, dus studenten zelf geven duimpje omhoog, duimpje naar beneden op documenten. Dus de combinatie van die factoren en het script runt dan elke avond en bepaalt op die manier weer, dit is vandaag de set populairste documenten. Dus het kan ook zijn dat soms een gebruiker gisteren het document nog gratis kon gebruiken. En dan morgen is hij toevallig premium geworden. En dat is dan eigenlijk mede door zijn eigen gebruik, maar ook die van zijn studiegenoot. Zijn universiteiten blij met jullie dienst? Verschilt. Nee, dit is altijd het topic wat investeerders ook altijd vragen. Dus daar heb ik altijd mijn woordje wel voor klaar tegenwoordig. Nee, het is, je hebt sommige universiteiten raden het zelfs aan. Dus dat is eigenlijk weer een extreme groep, kleine groep ook hoor, die het echt heel blij zijn en zeggen, informatie delen hoort erbij. Dus waarom niet ook dit? Dus we juichen alleen maar toe. Dan heb je een heel groot passief gedeelte, die vindt het maar... Het is oké. Ze hebben er niet echt een mening over. En dan heb je ook weer een klein deel die echt fel tegen is. Maar vaak is de grap wel die fel tegen is. Als wij dan even onderzoek doen, dan is dat vaak ook de universiteit die elk kwartaal weer precies hetzelfde tentamen geeft aan studenten. Niet de vragen doorhusselt of nieuwe vragen verzint, waardoor zij eindelijk een keer inzien van studenten delen documenten met elkaar. Dus het betekent ook dat het tentamen van vorig jaar wordt morgen weer gegeven, is identiek. Studenten hebben die sowieso. We hebben ook de tentamens van voor 2010, voordat wij gestart zijn. Dus dat betekent dat die dingen blijven gedeeld worden. Dat betekent ook, die studeren ze, leren ze uit hun hoofd en morgen halen ze een 9 of een 10. En in extreme gevallen kom je tentamens tegen met 50 multiple choice vragen, A, B. En die blijkt een pool te zijn van 120 vragen die ze gewoon de randomizer opzetten. Maar je hebt 3 oude tentamens nodig, wat studenten altijd hebben. En je hebt eigenlijk zo'n alle vragen in je handen. Dus dit is waar wij eigenlijk zeggen van nee, het is beter voor het onderwijs om dit platform wel te hebben. Want ook professoren kunnen onze documenten zien. Dus die weten precies wat er online is en wat er gedeeld wordt. En dan weten ze eigenlijk nog steeds niet wat er allemaal echt gedeeld wordt. Want je hebt ook gesloten WhatsApp groepen, Facebook groepen, Dropbox, e-mail accounts, noem maar op. Eigenlijk hebben we... miljoenen kleine concurrenten ook overal ter wereld. Dus het is maar goed dat dit er is. Ja, en ik zelf geloof eigenlijk heel erg in, je moet studeren om dingen te begrijpen en niet uit je hoofd te leren. We hebben allemaal een smartphone tegenwoordig. Je bent zo bij alle informatie, je googelt het eventjes. Dus het is nu tegenwoordig moet je leren bronnen te controleren en samen te voegen om tot een juist antwoord te komen. En niet meer het ouderwetse boek uit je hoofd stampen. Dus dit is eigenlijk de conversatie die ik met de universiteiten heb, mochten ze erop tegen zijn. En dan komen er vaak vriendschappelijk uit. We doen nog één laatste, goed? Ja, is goed. Wat is de hoofdreden dat jullie de eerste keer kapitaal waren gaan ophalen? En waren jullie toen al een financieel gezond bedrijf? Ja, we waren financieel gezond. Als in, wat is gezond? We betaalden onszelf
300 euro per maand uit. Dus wat dat betreft ook weer niet zo heel gezond. Het was echt nog wel droog brood eten, zeg maar. Maar het verdienmodel zat er al in. De eerste betalingen kwamen binnen. Je logt in op Adyen en je ziet eindelijk wat omzet ontstaan. Dus dat was altijd wel mooie tijden. Maar wat we vooral zien is eigenlijk wanneer we eindelijk geld kunnen verdienen, zijn we eigenlijk 2 jaar verder dan wanneer we het hebben opgestart. Dus dat betekent dat als wij een nieuwe universiteit willen aanslingeren, zeg die in Melbourne, dan als wij vandaag beginnen, dan over 2 jaar hebben we zoveel gebruikers dat we zeggen, nou, nu is het prima om niet meer te focussen op meer content, maar ook te focussen op die abonnementsvorm. Dat betekent ook dat je dus 2 jaar lang moet wachten, maar ook al daarvoor een bedrag moet geïnvesteerd hebben. En dat gaf ons de reden van, oké, als we nu geld ophalen met die 1,35 miljoen, kunnen we een groot aantal universiteiten aanslingeren, zonder dat we zelf hoeven te wachten op die winst waarmee we kunnen gaan groeien. Dus je trekt letterlijk geld naar voren toe en dat was voor ons de doorslag. Mooi, mag ik jou enorm bedanken. En namens de organisatie deze fijne fles aanbieden. Dankjewel. Alsjeblieft. Erg leuk om te doen. Nou, enorm bedankt.